Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel, informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hallo vrienden en vriendinnen van het internet. Wat goed om jullie weer te zien. Laten we kijken wie deze week een DM heeft gestuurd. Hoe kom ik zo snel mogelijk van mijn kater af? Help! Oh, lekker kort deze keer. Ja, katers, heel kut. En ik heb nog slechter nieuws voor je. Hoe ouder je wordt, hoe erger ze worden. En geloof mij, ik kan het weten, want ik ben heel erg oud. Maar ik ga jou vandaag uitleggen hoe je van je kater komt. Stuur nu jouw DM naar Jiva en krijg gratis tips. Bier, wijn, sterke drank, shotjes. Gisteravond was je kampioen in de atjesprint. De volgende dag word je wakker met knallende hoofdpijn, beschamende gevoelens en een pik op je gezicht. Je hebt een kater. Maar ja, wat zijn nou de symptomen van een kater? Droge mond, dorst, moe. Hoofdpijn, brandend maagzuur, buikpijn, duizeligheid, misselijkheid, zweten, trillen, diarree, minder concentratie, vergeetachtigheid, sneller geïrriteerd en geprikkeld, angst, somberheid of een depressief gevoel. Maar hoe komt het nou dat je het gevoel hebt dat je op sterven na dood bent na een avondje flink zuipen? De belangrijkste oorzaak van je kater is vochtverlies. Door de alcohol scheiden je nieren meer vocht uit en dus plas je meer, droog je uit en heb je dus een kater. En daarnaast duurt het voor je lever 1 tot 1,5 uur om een standaard glas alcohol af te breken. Dus ga maar na. Bij 6 glazen alcohol is je lever zo'n 6 tot 9 uur bezig om dit af te breken. Tegelijkertijd maakt je lichaam de giftige stof acetaldehyde aan, ofwel ethanol genoemd. En dat stofje zorgt voor dat trillerige, duizelige gevoel wanneer je brak bent en voor de knallende koppijn. De misselijkheid en buikpijn worden veroorzaakt doordat de alcohol in je lichaam je maagslijmvlies irriteert, waardoor je lichaam meer maagzuur gaat aanmaken en hiervan word je dan weer misselijk en kan je gaan overgeven. Maar hoe kom je zo snel mogelijk van die kater af? Tijd voor een cursus eerste hulp bij katers. Tip 1. Voorkomen is beter dan genezen. Een wijze vrouw zei eens, voorkomen is beter dan genezen. Maar ja, daar heb je niet heel veel aan als je al een kater hebt. Dan had je maar niet zoveel moeten zuipen. Nou, heb je ook scheid aan mensen zoals Natas en waarschijnlijk je ouders die dat al 1000 keer tegen je hebben gezegd? Dan kun je het beste gewoon goed voorbereiden op de schade. Want deze dingen heb je waarschijnlijk 1 miljoen keer gehoord, maar ze zijn toch echt heel belangrijk als het gaat om het voorkomen van een kater. Namelijk, nooit drinken op een lege maag. Dit verergert de kater. Daarnaast is het slim om je glazen alcohol af te wisselen met water. Dus 1 glas alcohol, 1 glas water, 1 glas alcohol, 1 glas water. Of bestel bijvoorbeeld een drankje als de Skinny Bitch, een vodka met spa rood. Heb je gelijk je water binnen. Vermijd drankjes als rode wijn en bruine rum, want dit zijn namelijk foezelalcoholen. En foezelalcoholen verergeren je kater en zorgen ervoor dat de alcohol langzamer wordt afgebroken. En last but not least, nooit combineren. Dus niet alcohol combineren met andere drugs, maar eigenlijk ook geen verschillende soorten sterke drank met elkaar combineren. Dat werkt namelijk als een katerverdubbelaar. Tip 2. Als je bent wakker geworden met een hangover, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hebt het in ieder geval overleefd. Het slechte nieuws is dat er verder weinig te doen is aan een kater. Dus je zult het wel echt moeten uitzitten. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar wondermiddeltjes zoals perensap, tomatensap of zelfs ochtendurine. En ja... For real? Conclusie, het werkt allemaal niet. Dus bespaar jezelf de prijzige katerdrankjes en donkergele ochtendurine. Ja. Wat je herstel wel bevordert, is rust, gezond eten en flink bewegen. En skip je bakkie pleur, maar drink vooral veel water, want koffie droogt je nog verder uit. Zorg verder dat je voorraadje paracetamol goed is aangevuld, want dit is namelijk de lifesaver als je last hebt van koppijn. Maar pas op met ibuprofen. Dit irriteert namelijk het maagslijmvlies en het is ook nog eens slecht voor je nieren. Tot slot heb ik ooit van een diëtiste gehoord dat het laatste wat je moet doen bij je kater vet voedsel eten is. Wat super kut is, want dat is natuurlijk alles waar je zin in hebt. Maar vecht tegen die urge, want
Bij het vette voedsel moet je lichaam dat eerst gaan afbreken en heeft het geen tijd om de schadelijke stoffen die veroorzaakt zijn door de alcohol af te breken. Dus geef je lichaam een break en blijf weg van de frituur. Tip 3! Dan gaan we het nu over het mentale gedeelte van de kater hebben. Want tijdens je kater lever je niet alleen een fysieke strijd, maar ook mentaal heb je een zware klap te verduren. Ook hier geldt het basisprincipe: praat met je maat over je kater. Of in ieder geval, bel gewoon je party buddies op en ga lekker samen uitbrakken. Want niks is beter dan je samen kut voelen. Ach, wat is dit, jongens? Ik heb wel echt een flinke kater. Kijk anders mijn video even terug. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe DM. Heb jij nou nog een dringende drugsvraag? Stuur die dan gratis in naar @spuitenenslikken. En dat is nog niet eens alles. Als jij binnen 1 minuut duimpjes omhoog doet, dan kun je je abonneren op ons YouTube-kanaal voor 0 euro per maand.